De Leidse sportliefhebber moet vooral op GroenLinks gaan stemmen, omdat we in de afgelopen periode ons hard hebben gemaakt voor allerlei investeringen in de sport. Zoals ik net ook al heb genoemd, de grote investeringen. Maar omdat we het ook belangrijk vinden dat sportvelden onder andere worden gebruikt, zoveel mogelijk ook overdag, samen met andere doelgroepen. En daarom vinden we het belangrijk dat u gaat stemmen op GroenLinks. Ik hoop heel erg dat alle sportliefhebbers op de Partij van de Arbeid stemmen. De afgelopen jaren hebben we ons heel hard gemaakt voor goede nieuwe accommodaties en voor veel snelheid om dat voor elkaar te krijgen. En ik hoop vooral de komende jaren dat wij als gemeente veel meer verenigingen gaan ondersteunen om ervoor te zorgen dat zij, toch wel de kern van de sport, veel beter ondersteund worden in het beheer en het onderhoud van een sportparken bijvoorbeeld, of in het regelen van een vereniging, zodat zij weer gewoon zich kunnen bezighouden met waar het echt om gaat, sport beoefenen. D66 is de partij van de daden. 15 jaar spreken over sportaccommodaties. En onder leiding van D66 hebben we ervoor gezorgd dat we 50 miljoen investeren in sportaccommodaties. Dus de sportliefhebber voelt zich ongetwijfeld het beste thuis bij D66. Omdat wij er ten eerste zijn voor iedere Leidse sporter. Wij willen zoveel mogelijk verschillende sporten. Zodat iedereen die jong of oud is precies kan doen wat hij zou willen. En dan ook eigenlijk vooral dat het heel betaalbaar is. Dus dat eigenlijk ieder kind zou kunnen hockey als hij dat zou willen. Zou kunnen tennis als hij dat zou willen. Zodat iedereen gewoon de sport kan doen die bij hem of haar past. Dat is denk ik waar de SP het meest voor opkomt. En ook het meest van alle andere partijen, denken wij. Nou ja, de VVD de afgelopen jaar met het college natuurlijk ontzettend veel geld heeft gestoken in sport. We hebben net al gehad over de grote accommodaties. Maar ook daarnaast hebben we gewoon heel erg hard erop gehamerd dat waar het gaat ook bij voetbal en voetbal vitaal. Die clubs die succesvol zijn, die vitaal zijn, die moeten goed ondersteund worden. En daarnaast, ja, de VVD vindt niet alleen dat het gaat over sporten in verenigingsverband, maar dat sporten ook in de buitenlucht gewoon individueel steeds meer groeit in de stad. En daar zijn we ook absoluut voor om dat ook goed te faciliteren. We wachten nog steeds op het jogpad, wat waarschijnlijk in het Huigpark aangelegd gaat worden in het kader van de groene singelrand. Daar waar mensen gewoon lekker buiten kunnen gaan hardlopen met wat fitnessfaciliteiten aan de zijkanten. Nou, ik geloof dat het er nu echt aan gaat komen. En als initiatiefnemer van Leiden, joggemeente, jongeren op gezond gewicht, ja, vindt u de VVD ook aan uw zijde. Dus sport is hartstikke belangrijk, zowel voor jong als voor oud. De echte Leidse sportliefhebber stemt CDA, omdat het CDA een partij is van de mensen, van de vrijwilligers en van de sporters. Wij willen investeren in kunstgras, in accommodatie, in het voetbal, in het topsporthal, maar met name in mensen onderling. Sport verbindt, sport is goed voor je, dus als je een echte sportieve leier naar bent, stem je op het CDA.